nee. Je hebt het zo goed gedaan, vriend. Hopelijk kan Stunky hem kapot maken met een bite attack. Oké, Stunky is ook dood. Yo, Nintendo fans, daar zijn we weer. Zonder Sizzly Pete. En zonder Stunky. No, Kaboe heeft ze kapot gemaakt in de vorige aflevering. Nu hebben we weer een nieuwe aflevering met onder andere Stuffle en Chinchou erbij in het team. En hier zouden we eventueel een nieuwe Pokémon mogen vangen. Tenminste, sommige YouTubers doen dat. Maar ik hou het gewoon bij één Pokémon uit de Wilderia, denk ik. Ik heb er al eentje gevangen in de hele Wilderia en daar hou ik er denk ik bij. En ik denk dat we even flink moeten gaan trainen, want Chinchou, die is maar level 21. Dus ik denk dat ik hier gewoon even keihard Rhyhorntjes af moet gaan maken. Gaan gewoon lekker XP moet gaan harken. Mag ik trouwens nog even een F in de reacties? Voor Sizzly Pete. En voor Stunky. Wat is die Rhyhorn me trouwens nou gewoon aan het aanvallen, joh? Gaat die Rayon nou gewoon niet in één keer kapot? Wat is dit nou weer? Deze Snorlax moeten we trouwens echt niet gaan aanvallen. Die is volgens mij echt level 45 of zo. Kom maar hier, Rayon. Ik wil alleen maar tegen Rayons. In de vorige aflevering vroeg ik trouwens aan jullie of ik Slowpoke moest evolueren. En heel veel van jullie zeggen dat ik inderdaad Slowpoke moet evolueren. Want natuurlijk, dan wordt hij wel wat sterker. Maar dan krijgt hij ook een Poison type. En Poison heeft best wel veel weaknesses. Dus eigenlijk vraag ik me af of dat de slimme keuze is. Want hij is nu alleen maar een Psychic type Pokémon. Terwijl Diggersby een level omhoog gaat en Dig wil leren. En dat doen we ook even in plaats van Mudshot. Dus ik denk dat ik eigenlijk mijn Slowpoke ook gewoon een Slowpoke ook wil houden, jongens. Ik denk dat dat misschien toch wel slimmer is. Op dit moment hebben we ook eigenlijk nog niks aan Stuffle. Want Stuffle moet eerst fighting type attacks gaan leren. Want nu kent hij alleen maar dark type en normal types. Ja, en die aanvallen zijn gewoon niet zo goed. Ik ga trouwens mijn Thwacky Slam niet leren. Want Slam mist echt veel te vaak. Oeh, deze Rhydon is echt verleidelijk. Ik zou deze echt willen aanvallen. Maar dat moet ik gewoon echt niet doen. Ik baalde wel echt van dat mijn Sizzly Pete kapot is, jongens. Ik had echt het gevoel dat mijn Sizzly Pete een hele goede Pokémon had kunnen worden voor deze challenge. Want door die coil move te gebruiken, boost je dus je attack en je defense. En volgens mij was het al een aardig goede Pokémon. En als je dan die move gaat gebruiken in een battle, ja, dan wordt het alleen maar beter. En ik had hem zo graag in mijn team gehouden, want ik vind Sandy Scorch ook echt heel vet. Maar ja, freaking Kaboe heeft alles verpest. Stuffle gaat nu naar 26. Volgens mij moet hij nog één level om te evolueren. En dan hoop ik dat hij dan ook gewoon gelijk een fighting type move leert als hij evolueert. Ja, en dat Stunky dood is, dat is ook wel aardig vervelend. Want Stunky was ook wel lekker bezig. Die ging ook bijna evolueren. Maar ja, Kaboe heeft het helemaal verpest voor ons. Chinchou gaat nu lekker naar level 22. Ah, oh, maar Chinchou heeft echt slechte stats tot nu toe. Even wat itempies rapen in de Wateria. Oh, een Waterstone. Stel dat we ooit een Eevee vinden, dan kunnen we hem in Vaporeon laten evolueren. Oh snap, ik ben tegen een Very Strong Hippopotus aangelopen. Wat is dan Very Strong? En er is ook een Sandstream. Welk level ben je? Level 46. Oké, wegwezen. Wegwezen. Ach, gelukkig kan ik wegrennen. Oh, dit ging bijna weer fout. Bijna waren we Thwacky kwijt. Ik moet hier gewoon echt niet tegen Pokémon aanlopen, want hier zijn ze alweer super sterk. Mag ik naar binnen? Ik mag naar binnen, toch? Ja, toch? Ja, ik mag naar binnen. Oh. En die is ook weer hier. En die gaat weer stoer doen. Ah, ik heb Hop verslagen. Ik ben de allerbeste Pokémon trainer in de Pokémon geschiedenis ooit. Nee. Maar we zijn in Hammerlock. Waar BD een meeting heeft met de chairman en Oleana. En de chairman komt ons ook even begroeten. En dan krijgen we uitleg hoe de powerplant werkt. En we komen Leon tegen. En Ryan. Die wil even flexen hier met al die prijzen die hij gewonnen heeft. En hier is Sonja. Die vertelt over de geschiedenis van Galar. Maar daar heb ik eigenlijk helemaal geen tijd voor. Want ik wil gewoon door. Ik wil door naar de volgende battles. Ik wil door naar de volgende gym. Ik ben alleen bang dat ik een beetje underleveled ben. Maar dat gaan we nu wel zien. Want we moeten eerst even deze twee gasties even verslaan van Team Yell. Want die zitten deze Silly Cobra lastig gevallen. Alhoewel, Silly Cobra is gewoon aan het slapen. Ze zijn een beetje verliefd op Silly Cobra. En die mevrouw die mag er gelijk langs. Maar ik mag er niet langs. Met mij willen ze weer gaan battelen. Daar is die met Stunky. En ik had Diggersby gekozen. Nou, dat komt helemaal goed uit. Stunky is trouwens wel een leveltje hoger, hè. Kijk, ik bedoel maar, we zijn een beetje underleveled nog. Stunky is level 29. Mijn Diggersby is level 28. En dat is een van mijn sterkste Pokémon tot nu toe.
Dus ja, we moeten wel een beetje gaan trainen. We moeten niet voor te grote verrassingen komen te staan. Want dan hebben we echt probleempjes. En ik wil geen probleempjes meer. Want we hebben al genoeg probleempjes gehad in de vorige aflevering. Oh ja, doe even een blauw duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren als je wil zien hoe dit verder gaat. Meowth gaat in ieder geval nu naar level 27. Dat is heel positief. En dan mogen we nu tegen Linoon. Die is zelfs al level 30, jongens. En Linoon is ook sneller. Die doet takedown. Ja, zie je, dat doet best wel veel pijn. Hij doet zichzelf ook pijn. Ik doe dan double kick, wat super effectief is, maar waar ik hem nog niet mee ga slopen. Oké. Ik ga het even op safe spelen, jongens. Ik wil Diggersby gewoon echt nog niet kwijt. Als we nou ook nog Diggersby kwijtraken, dan gaat het echt helemaal niet meer goed komen. Hij is nu zijn klauw aan het scherpen. En zijn attack gaat daarmee omhoog. Zal toch niet zo ver omhoog gaan dat hij mij nu in één keer kapot maakt, hè? Dat geloof ik niet. Nee, dat gaat echt niet gebeuren. Oké. Linoon is ook weg, jongens. Bye bye, Linoon. En dan gaat Sloop ook naar level 28. 949 XP, maar liefst voor Diggersby. Dat is heerlijk. Dan weet ik alleen niet of we die anderen ook nog moeten verslaan. Ja, lekker dan. Hop, laat het ons allemaal regelen. Oké, beter maak die Leopard maar niet kapot. Ik vind dit veel te spannend, jongens. Straks gaat het weer helemaal fout. Ik wil niet dat het fout gaat. Ik moet mijn Pokémon gewoon nu echt dikke potions gaan geven. Hè? We moeten echt even een paar levels sterker worden, hoor. Dit gaat anders echt niet goed. Oh, nee, niet nog een keer. Oké, rustig aan. Double kick hem kapot. Kom op. Ja, lekker. Oké, gelukkig heb ik Quick Attack, waarmee ik hem kan finishen, jongens. Woe! Leopard is ook weg. Zo zie je maar. Als die tegenstanders gewoon 2 levels hoger zijn, wat voor probleempjes dat kan geven. Ook al heb je super effective moves. Diggersby krijgt 1007 XP. Oh, lekker. Diggersby en Thwackie gaan allebei een level omhoog. En Thwackie is level 31. Die is best wel op een goed level. En deze team Meowgrunt is ook klaar. Lekker gedaan, Diggersby. Die mag zeker niet uit het team, Diggersby. Nou, Silicobra, die is ook weer blij. Wat een duffe Pokémon is dat eigenlijk. Oh ja, Opal. Die kwam natuurlijk ook even gedag zeggen. Ik ben nu al bang voor je Togekiss, hè. Ik wil niet tegen jouw Togekiss. Maar een nieuwe route betekent natuurlijk dat we nu een nieuwe Pokémon mogen vangen. En het zou wel lekker zijn als we een Pokémon vangen die goed is tegen Fighting-type Pokémon. Want dat is de volgende gym. Route 6. Wie gaan we hier proberen te vangen? Wie gaat het worden? Wie wordt de eerste Pokémon die we zien? Het is een Helioptaal. Tenzij er iets gebeurt in deze battle. Ik ben wel een beetje bang eigenlijk. Kijk, want die is gewoon level 29, hè. En die zou echt voor grote problemen kunnen zorgen als die metronoom doet en opeens een super effective move heeft. Bijvoorbeeld Hydro Pump of zo. Ja, dan zijn we echt flink de sjaak. Kijk, nu gaat die metronoom doen. En wat wordt het? Anchor Shot. Dit ziet er echt veel te sterk uit. Oké. Het enige is dat ik nu niet meer kan ontsnappen. Ik ga Dirk doen, want Dirk is sneller dan Bulldoze. En dan hoop ik dat ik hem dus in de volgende beurt heb gesloopt. Clefairy gaat weer Metronome doen. Doet Grass Pledge. Oh, nu heb ik geluk, jongen. Ik heb een grasaanval gemist. Of tenminste, Clefairy heeft een grasaanval gemist. Als hij die had geraakt, hè. Oeh, dan hadden we flink damage gepakt. Clefairy's zijn echt niet leuk om tegen te battelen met een metronoom. Want dat is veel te verrassend en onvoorspelbaar. Ja, en dan heeft hij ook nog een Clefable. Ik denk dat ik dit toch ga proberen met de Pokémon die het hoogste level heeft. Meowth had natuurlijk super effective moves tegen Clefable. Maar ik weet niet in hoeverre hij sterk genoeg is om Clefable al te verslaan. Dus we gaan gewoon voor Razor Leaf. En we gaan eens kijken hoeveel damage dat doet op Clefable. Net niet de helft. Oh, als dit nu een Fire Blast wordt, hè. Icicle Crash. Nee. Oh, zie je? Dat is super effective, jongens. Dit soort dingen bedoel ik dus, hè. Dit kan echt voor problemen zorgen. Ik wil niet tegen Clefables vechten. Oké, wat gaat dit worden? Clefable, je bent super eng. Rising Voltage. Dat is electric, denk ik. Dat is niet very effective. Ik durf nu niet aan te vallen, want mijn Razor Leaf, die mist soms. En als die mist en ik krijg een super effective move op mijn bakkes, dan zou het zomaar einde verhaal kunnen zijn voor Thwackie. Dus ik moet nu even op safe spelen en even een super potion geven en hopen dat dit niet echt iets bijzonders is. Dit is Confuse Ray. Ja, dat is heel naar. Ja, dit is eigenlijk best naar. Maar goed, ik ben nog niet dood, dus dat scheelt. Ik ga Razor Leaf gebruiken en dan hopen dat ik niet mezelf sla. Oké, ik gebruik Razor Leaf en ik raak hem ook. En Clefable is down.
Ik hou niet van Clefables. Ik vind het veel te spannend tegen Clefables. Maar het levert wel een hoop XP op. En Stuffle die gaat nu naar level 27. En volgens mij, jongens, gaat Stuffle dan evolueren. En dat is super chill. Want nu wordt Stuffle echt een tank, jongens. Ja, kijk, daar gaat hij. Stuffle gaat evolueren. En dat gaat hij natuurlijk doen naar Beware. En dan hoop ik dat hij gelijk een goede fighting move leert. Dat zou super chill zijn. Dat weet ik niet precies of dat gaat lukken nu. Maar hij is geëvolueerd in Beware. En nog steeds geen nieuwe aanval. Ofwel, toch een nieuwe aanval. Bind? Wat heb ik nou aan Bind? Jongen, daar heb ik echt helemaal niks aan. Leert hij een nieuwe aanval, is het weer zo'n waardeloze aanval. Maar we mogen deze nieuwe Pokémon gaan vangen. Een Helioptaal. Het is allicht beter dan een Diglett die we hier ook kunnen treffen. En ik ben benieuwd welk level Helioptaal is. Level 30, kijk. Ik ga hem even aanvallen met een Quick Attack, want ik verwacht dat hij vooral Electric type moves heeft, wat niet echt heel erg uitmaakt voor mij. Kijk, hij gaat Charge doen. Daarmee gaat hij zichzelf opladen. Maar als hij mij probeert te raken met een electric type move, dan maakt dat niet uit. Want dan kan hij me toch niet raken. Kijk, Volt Switch doet hij nu. Nou, dan kan hij mij niet meer raken. Zal ik hem proberen om in een Premier Ball te vangen? Dat is wel leuk. Hoppakee. Eens even kijken of dit... Oké, laat maar. Huh, hij kent ook Bulldoze? Oké. Niet dat dat veel uitmaakt, maar dat wist ik niet. Nou, dan gaan we voor een Great Ball. Let's go. 1 en 2 en 3. Yes. Oké, hebben we hem? Ja, we hebben hem. En ik denk dat we Helioptaal gewoon in het team moeten doen, omdat hij al level 30 is. Meowth gaat trouwens naar level 28. Nice. Want dat betekent dat ook Meowth gaat evolueren. En dit is ook wel lekker hoor, strakkies. Oh, voor die gym van Opal. Daar hebben we Meowth keihard nodig. Hoppakee, Persecutor. De ultieme baard viking Pokémon. Wat vet. En ook Persecutor wil een nieuwe move leren. Die wil Iron Head leren. Die is volgens mij heel sterk. Ja, die doet 80 HP damage. Dus die is sterker dan Metal Claw. Dan gaan we voor nu Scratch maar even weghalen. Lekker man, lekker. Oh, ik vind het fijn hoor, deze evoluties. Geeft me toch net een iets veiliger gevoel allemaal. En we hebben hier Helioptaal. Electric en Normal type. Oh, zolang die Normal type is, hebben we er ook eigenlijk niks aan tegen B. Maar ik denk wel dat we hem in ons team moeten doen. En dan gaan we hem in het team doen voor Chinchou. Want Chinchou is gewoon pas level 23. Dat is veel te laag man. We hebben sterkere Pokémon nodig. Let's go, Helioptaal! Nou hoop ik eigenlijk dat we een Sunstone hebben. Hebben we een Sunstone? We hebben geen Sunstone. Want met de Sunstone kunnen we Helioptaal evolueren. Pokémon Sword. Where Sunstone? Sunstone is found in Dusty Bowl in the wild area. It's in the middle of the area under a big rock. Oké. Let's go. Dusty Bowl under a big rock. Dit is volgens mij de Dusty Bowl. En dan in het midden onder een grote steen. Ah, ligt die hier? Is dit een Sunstone? Is dit mijn zonnesteentje? Dit is mijn zonnesteentje. Nice. Ik heb ooit een keer een playthrough met deze Pokémon gedaan. Toen was die eigenlijk best wel goed, Heliolisk. Ik ben benieuwd of die nu ook zo goed is. Hoppakee jongens, gewoon even 3 Pokémon geëvolueerd in deze aflevering. Maar ja, hij is nog wel steeds een normal type Pokémon. We hebben echt alleen wat aan Slowpoke in de volgende gym. We kunnen Persecutor niet gebruiken omdat het een steel type is. En we kunnen Beware en Heliolisk niet gebruiken omdat het ook normal type Pokémon zijn. En fighting is daar super effective op. De Slowpoke heeft super effective moves. En dan kunnen we misschien ook nog Diggersby en Thwackie gebruiken als backup. Aan de andere 3 hebben we gewoon niks. Dat gevecht met B vond ik altijd al lastig. Zelfs zonder Nuzlocke Challenge. En nu moet ik hem doen met Nuzlocke Challenge. En 3 Pokémon waar ik eigenlijk geen gebruik van kan maken in die battle. We hebben Wooloo nog. Maar Wooloo is ook een normal type. Dus die kunnen we ook niet gebruiken. Oh man, ik weet niet of ik klaar ben voor B. Ik weet echt niet of ik klaar ben voor dat gevecht. We moeten ons eerst even langs deze route worstelen. Want de Pokémon hier zijn ook allemaal leveltje 30. Of in ieder geval rond level 30. En dat zijn wij ook nog maar net. Kijk, deze Helioptaal is zelfs level 31. Diggersby is wel gewoon sneller. Dat is wel echt insane. Ik dacht dat Diggersby zo'n trage papzak was. Maar nee. En hij groeit naar level 30. En dat lijkt me een mooi einde voor deze video. Ik was super bang tegen Clefable. Maar uiteindelijk hebben we wel veel nieuwe vette Pokémon. Vooral geëvalueerde Pokémon doen. Blauw duimpje omhoog als je vertrouwen hebt in dit team. Vergeet niet te abonneren als je wilt zien hoe dit af gaat lopen. En wil je mijn live zien gamen, volg me op twitch.tv/Rickatune. Dan zie ik je daar. Of gewoon bij de volgende video. Mazzel!